Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik laten zien hoe je Windows 8 Consumer Preview installeert op een USB-stick of externe harde drive. Wat je hiervoor nodig hebt is een USB-stick of een externe harde schijf die groter is dan 16 GB. Zodat Windows 8 genoeg ruimte heeft. Het beste is een USB 3.0 poort, dat is wat sneller. Maar je kan ook een USB 2.0 poort gebruiken, dat gebruik ik zelf ook. Wat je hier ook voor nodig hebt is een wifi connectie, omdat we wat dingen moeten downloaden. En heel veel tijd, want het downloaden duurt wel even. De dingen die we moeten downloaden zijn de Windows 8 Consumer Preview. Dat is de software, dus gewoon Windows 8. De Windows Automated Installation Kit, Wake. Zodat die Windows 8 vanaf de clone drive, de ISO, op de externe hard drive kan installeren. En de Windows 8 Consumer Preview download komt als een ISO-bestand. Dus we hebben een virtual clone drive nodig. Ik gebruik zelf DaemonTools Lite. Je kan zelf wel een programma hebben. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke je gebruikt. Maar in deze video gebruiken we DaemonTools Lite. Als we dan naar deze site gaan, dan ga je naar de link downloaden. De Windows 8 Release Preview ISO installatie kopieën. Kan je mails krijgen als er nieuwe dingen zijn. Hier krijg je alle ISO's in de verschillende landen. De systeemvereisten zijn een processor die 1 GHz of sneller is. Een geheugen van 1 GB is 32 bits of 2 GB 64 bits. De beschikbare schijfruimte is 16 GB voor een 32 bits. En het 20 GB voor een 64 bits. Dus je hebt sowieso wel groter dan 16 GB nodig. Anders kan je er niks meer op installeren en wordt het nogal moeilijk. Een grafische kaart moet DirectX 9 of hoger hebben. En een grafisch apparaat met een WDDM stuurprogramma. De aanvullende vereist is, je kan een multi-touch monitor hebben om ertussen te kunnen gebruiken. En een minimale schermresolutie. Dan ga je weer naar boven, naar de downloads, klik op Engels. En dan moet je kijken of je een 64 of een 32 bits hebt. Hoe je dat kan checken is, je gaat naar start. Rechtermuisknop op computer. Eigenschappen. Dan kom je hier, zie je systeem. En dan kijk je bij type systeem, 64 bits besturingssysteem. Dan ga je weer terug naar de site, dus dan weet je wat je hebt, een 32 of 64 bits. Ik heb 64 bits, dus dan klik je op download. Nu begint te downloaden, dat duurt ongeveer een uurtje. Qua met mijn internetverbinding. De productcode moet je ook opschrijven, die moet je houden, anders kan je hem straks niet installeren. Dus schrijf hem op een papiertje, pen en papier. Het volgende ding dat we moeten downloaden is de Wake, de Windows Automated Installation Kit. Dan ga je naar deze site. Als je daar aankomt, heb je hier download. Heb je quick details, en dan kan je de taal. dan, even kijken, is er hier Dutch. Dan ga je download, is 1,7 GB, is ook een ISO. Als je dat hebt gedownload, moeten we het volgende downloaden. Dat is de Virtual Clone Drive. Dan ga je naar deze site. Oké, dan kom je hieruit. DaemonTools. DaemonTools. Op de site van DaemonTools. Dan scroll je naar beneden. Je ziet de bestandstype die kan openen. Zie je? ISO. Standaard ISO images. Kan die openen. Dan ga je helemaal naar onder. En dan zie je hier. Download DaemonTools Lite. Altijd de laatste versie. En dan klik je daarop. Oké, dan klik je hieronder. Hier is dus de site. Ga je helemaal naar onder alweer. En dan zie je hier afbeelding, zie je alles. Dan klik je op download. En dan popt er een om. Oké. En dan zie je hier uitvoeren of opslaan. Doe maar uitvoeren. Dan ga je door de installatie en heb je DaemonTools Lite geïnstalleerd. Als je DaemonTools Lite hebt geïnstalleerd, ga je naar je download map. Waar je je Wake hebt geïnstalleerd. Klik je twee keer op.
Dan begint hij met het mounten van de image. Ja. En dan kom je hier. Komt er een pop-up. Dan ga je naar de Windows AEK setup. Die moet je installeren. En dan ben je klaar met de Windows AEK. Dus als je dat hebt gedaan, moeten we naar de map waar je de AEK hebt geïnstalleerd. Dat is Windows 7, Program Files. Dan ga je naar beneden, zoek je Windows AEK. Ga je naar Tools. En dit ligt eraan als je een 32 of een 64-bit hebt. Als je een 64-bit net zoals mij hebt, ga je naar AMD 64. En dan zie je hier IMA Jax. Rechtermuisknop. Rechtermuisknop, kopiëren. En deze moeten we plaatsen in de C drive. Dus dan ga je naar C. Klik je op plakken. Oh, ik heb hem al een keer geplaatst. Dus dan doorgaan. En dan staat hij tussen de C drive zetten. Dan staat de file. Wat we nu moeten doen is naar je download map waar je de Windows 8 release preview hebt gedownload. Klik er twee keer op om het te mounten. Hey. Is bezig met het mounten van de image. Klik hier op nee. Gaat naar computer. En ziet hier dat hij nu gemount is. Straks gaan we hem dus installeren op de hard drive. Het kan zijn dat hij dan op een gegeven moment zegt dat hij iets niet kan vinden. Als dat zo is, zou je Windows. Dat is in ieder geval bij mij de melding. Als je dat zo is, moet je op een cd branden. Dus je pakt een lege cd. Gaat naar Demon Tools Lite. Demon Tools Lite. Dan start Demon Tools Lite op. Klik je op brand met Astro Burn. Start die Astro Burn op. Het kan zijn dat hij moet installeren. En dan doe je hier image. Dan zoek je de image. Bladeren. Ga je dus naar de Windows 8 Release Review. En dan heb je de cd. Doe je start branden. En dan begint hij branden met de cd. Laat de cd als hij klaar is met branden erin. Het volgende ding dat we moeten doen is CMD openen als administrator, anders gaat het niet werken. En dan de volgende commands intikken. Je doet eerst disk part. Dan wacht je even. Dan select je de disk. Mijn harde schijf staat even op. Daarna doe je list disk. Dan krijg je de disk die nu zijn aangesloten. Dit kan een beetje verwarrend zijn. Dit zijn niet de partities die je hebt aangemaakt. Alleen de schijven. Je hebt schijf 0. Dat is bij mij mijn interne harde schijf. Maar wat wij willen is schijf 1. Dat is dus de externe harde schijf. Die van mij is 189 gigabyte. Dus dan doe je, als je de goede disk hebt. Bij mij is dat dus 1. Select disk 1. Schijf 1 is nu geselecteerd. Wat we nu gaan doen is, we gaan de disk formatten. Dus als je er iets op hebt staan dat je wil houden, haal het eraf voordat je dit doet. Want we gaan hem dus, we halen alles eraf. Dan doe je nu clean. Dan wacht je even. Oké, dus nu heeft hij de schijf opgeruimd, doe je create. Partition primary. Nee? Ja. Oké. Nu doe je format. FS is NTFS quick. Nu format ik de disk snel. Dus 0% voltooid. Dit duurt niet echt heel erg lang. Als dat daar klaar is, dan doe je active. Nu heeft hij hem geactiveerd, doe je assign. Krijg je de pop-up dat hij weer is aangesloten. Lokale disk D. Nu klik je die weg en doe je exit. Deze command is iets moeilijker. Je moet bij deze command de lege stukken invullen met de virtual CD drive of de CD. Wat bij mij het geval is.
en de external hard drive aan het einde. En hoe je kan checken welke je moet hebben, ga je naar computer en dan kijk je, dus de virtual hard drive is bij mij echt een cd, dus dan dit is E. En de disk waar we het op in willen installeren is D. Dus we moeten E en D gebruiken. Dus je opent weer CMD als administrator en dan typ je dit over. C, dubbele punt, dubbele punt, slash imajax.exe, spatie, slash apply. Dan moet je hier, moet je bij de drive, dat is bij mij dus E, dan dubbele punt, slash sources, slash install dot win 1. Dan de drive waar je het op wil installeren, dat is bij mij D, dubbele punt, slash enter. Nu zet hij, installeert hij Windows 8 op de drive in Windows 7. Dus dan hoef je niet, als je opstart, installeert hij hem. Nu applyt hij dus tot de drive. Als dit klaar is, ben ik terug. Oké, dat is klaar. Bij mij duurde 13 minuten en 28 seconden. Het volgende wat we moeten intypen is ook een moeilijke. Bij deze moet je ook weer gewoon de lege stukken invullen. Zo, we gaan weer naar CMD. Dan typen we erin bcdboot.exe. En dan, je moet nu gewoon weer de hard drive waar Windows 8 op geïnstalleerd is. Dus als D, dubbele punt, slash Windows, spatie, slash S. En dan weer D, dubbele punt. Druk je op enter. Je wacht. Oké, de opstartsbestanden zijn gemaakt. We zijn... exit. Nu zijn we klaar voor dit deel. Nu moeten we alleen zeker weten dat hij opstart vanaf de hard drive. Oké, wat we nu moeten doen is we gaan... je start de computer op. En je gaat naar je BIOS. Om daar te komen is het bij mij F9 indrukken. En dan kan je kiezen tussen de schijven. Bij mij moet ik dan de Maxter One Touch, want daar heb ik Windows 8 op geïnstalleerd. Wacht. Het begint. En Windows 8 start op. Dit is een goed teken. Nu weet je dat Windows 8 geïnstalleerd is op je externe harde schijf. Nu, wat je nu gaat doen is, je gaat je personal je gegevens invoeren. En je hebt Windows 8. Tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Klik op een van de twee Windows 8 vakjes voor een andere tutorial. Links de dual boot. Rechts met firmware. Groen duimpje. Abonneren. Dan zie ik jullie later.